Ziet dat er episch uit of niet? Dit is het Almost Normal BattleBots toernooi. Maar wat is BattleBots nou? BattleBots is strijden tussen twee robots. En degene die als laatste overblijft, die heeft natuurlijk gewonnen. Maar hoe kom ik hier nou op? Nou, heel simpel. Tegenwoordig is het weer te zien op Netflix. Zeker een aanrader, want het is echt heel erg leuk. Maar ik keek het als kleinkind vroeger al heel veel op de televisie. En toen ik erachter kwam dat het weer terug was gekomen, ja, ik moest er wel wat van doen. Ik kwam erachter dat je minibots kon kopen. En ja, die moest ik hebben. Dit is het BattleBots toernooi. En laten we kennis maken met de spelers. Ik ben Barend en ik heb 10 Minotaur. Ik ga sowieso winnen, want de rest is fucking slecht. Minotaur, een van de sterkste bots in het veld. Dit omdat hij super agressief is met de drumspinner voor op de bot. De tactiek die Minotaur meestal aanneemt is er vol in gaan en hopen op zoveel mogelijk schade. Want als de match te lang duurt, kan dit tegenvallen. Dit is Minotaur. Ik ben Nooxie en ik heb Duck als robot en ik ga winnen. Omdat hij zo derp is. Quack quack, dit is Duck en Duck is de meester van defenses. Duck heeft eigenlijk niet echt een goed wapen, maar omdat hij zo'n goed schild heeft, kan hij de kracht van een offensieve bot tegen ze gebruiken. Dit is Duck. Ik ben Minkel, ik ben samen met Byteforce en ik ga winnen omdat Puck heel slecht is. Byteforce, een van de meest gevreesde bots van het veld. En dit is omdat hij meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Byteforce is laag op de grond, waardoor hij moeilijk te raken is. En met zijn enorm grote spinner kan hij iedereen kapot maken. Dit is Byteforce. Dit is mijn battlebot Blacksmith. Ik ben Henry Dent en ik ben gedwongen om dit te doen. En dit is wat er gebeurde. Blacksmith, de hamerrobot. Een heel speciaal wapen. Hiermee slaat Blacksmith de tegenstanders helemaal mee kapot. Gaat het werken? Wij gaan het zien. Dit is Blacksmith. Ik ben nat vlees. Ik heb Tombstone bij me. Ik zit al 30 jaar in het vak. Al sinds dat ik 26 ben, ben ik hier al mee bezig. En hij kan heel goed ronddraaien zo. Kijk, mensen zien mij een beetje als de bad guy. Ik doe er alles aan om te winnen. En ook vandaag gaat het mij zeker lukken. Tombstone, de bot met het sterkste wapen van dit veld. Maar met een sterk wapen komt ook een zwakte. En dat is de defense. Maar maakt dit uit voor deze bot? Meestal niet. Dit is Tombstone. Ik ben Alyssa en ik zit in de Team Witch Doctor en ik ga winnen omdat ik een gamer ben. Nog steeds kijken in die fucking camera. Ja, Witch Doctor, de voodoo bot. Met een hele bijzondere spinner, namelijk een doodshoofd, maakt hij korte metten met zijn tegenstander. Dit is Witch Doctor. Dit is mijn bot, de rotator. En eerst sloop ik de andere met de bos, daarna sloop ik je maar. Rotator. Ja, met zijn twee wapens maakt dit een unieke bot. Met zijn twee spinners kan hij aan alle tweede kanten nog steeds schade doen. En als hij omdraait, doet hij het nog steeds. Dit is Rotator. Hey, mijn naam is Thomas. Ik ben hier met de Ninja Vex Paintball Autodesk. Ik ga iedereen slopen, want ik heb superkrachten. Oké, het is Bronco. En als laatste hebben we Bronco. En Bronco met zijn flipper is een hele bijzondere bot. Hij kan iedereen zomaar op zijn kop gooien, maar moet er wel goed onder komen. Dus het blijft altijd spannend. Dit is Bronco. Nu we kennis hebben gemaakt met al onze spelers, is het tijd voor de echte matches. We beginnen bij de kwartfinales en de eerste match die gespeeld gaat worden is Puck tegen Minkel. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Ladies! En gentlemen, welkom bij de allereerste match van vandaag van de BattleBot toernooi in de Buizen Barren. In de rode hoek hebben we Puck. In de blauwe hoek hebben we Minkel. Ik wil je kinderen. Rood vierkant, ben je klaar voor? Ja! Blauwe vierkant, ben je klaar voor? Ja! Nee. De match gaat beginnen in 3, 2, 1, go! Oeh. Jongens, zie me gaan! En worden verschillende tactieken gebruikt! Oh, oh nee! Ah! Dit hoe seks werkt? Ja!
zijn. Oh man. What the fuck? Hij heeft een eigen leven gekregen, Barend. Oh, terecht. We zitten vast. Ja, jongen. I'm stuck. Oh, dat is een andere platform. Hij beweegt uit zichzelf. Ja. Hij reed. Oh god. Jongen! Oké, en op een slaan man! Ik sta nog 1-1. Oh! Ja! Oeh! Wat? Ik heb een onderhammer! Hij ligt er de hele tijd. Ik hoor een soort van dingen zoals controleren ofzo. 9! Ik kan niks! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ik wil graag het jurylid erbij pakken. Je hebt de match gezien. Nee, ik heb letterlijk niks gezien. Ik stond het jaar achter leuk te doen. Maar goed, ik ben het met jou eens. De winnaar van de eerste match is... Minko! Wat een hij ook gewoon. Hij ging niet eens aan! Gast! Oh nee. Ah! Oeh! Ik denk in de laatste woorden. Ik ga nog zes jaar. Nu de eerste match gespeeld is, gaan we door naar de tweede. Dit is Thomas tegen Larissa. Ja. Welkom bij de tweede match. Die wordt gespeeld tussen Athene van Roek en Thomas. Woe! Ik doe het maar niet. Is het Larissa? Woe! Zijn jullie er klaar voor? Nee. Ja. Kut. Hij sloopt je in de kast. De match gaat beginnen in 3, 2, let's go. 1, go the fight! Ja toch! Oh, jongens, door, ga je naar huis! GG, door, beweeg je nog? Nee! Niks! En Thomas heeft de match gewonnen! Larissa! Dit was sneller dan Kinder die knockout ging! Zo, ja! Ze is thuis! Larissa, wat vind je van je verlies? Wil je wat zeggen? Nee, dit is de interview! Ja, ook zo kunnen de matches eindigen. Laten we nog één keer kijken naar deze epische move. Ja, en ook dit kan gebeuren. Een one punch knockout. We gaan nu naar de volgende match en dat is Barend tegen Ryan. Ladies and gentlemen en de rest. De volgende match. We hebben een blauwe hoek. Barend! Stel, rode hoek hebben we... En Brian en Lance. Blauwe hoek klaar voor. Ja! Rode hoek klaar voor. Ja! Ja! Dan gaan we van start! Yeah! En timer. Wat de fuck? Dat was net stoot ik tegen hem. En na deze spannende match met de winst van Barend is het tijd voor de laatste kwartfinale. Het is Okke tegen Anouk. Ladies and gentlemen, dit is alweer de laatste kwartfinale match. Nee, het gaat tussen de rode vierkant voor Okke, ook wel Tombstone. Yay! En de blauwe hoek is het Duk als Anouk. Ja! De match gaat beginnen in 3, 2, 1. Oh. Oh. Go! Oké, ram op die hamer! Ik snap het niet. Confusion. Oh, wat is mijn. Oh, dit is mijn voorkant. Er wordt nog veel gewacht voordat de echte worden geslagen. Nou. En de juryleden... Oh! Oh, wat is er? Waarom gaan die wielen er niet af? De match is al een minuut aan de gang. Oh, ja! Ja! Oh! Holy fuck!
Nooksie doet letterlijk niks. Ik heb er zo hard al gepakt, man. Oh. Ja! Hij staat vast. Oh mijn god! Ja! Oh, hij staat weer los, hij kan weer bewegen. Gebeurt het laatste stukje. Het laatste stukje. Gaat het Anouk lukken? Oh, oh mijn god, zet hem vast. Nou, Anouk, je mag niet langer dan 10 seconden hem zo vast hebben. Je moet naar achteren. Ja! En hij staat nog. Oh, hij leeft nog. Hij leeft nog. Maar wat kan hij nog een bloed aan Tuk? Het laatste deel. Wat kan er gebeuren? Nu staat Tuk vast. Lekker confusion. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, winner! En de jury heeft unaniem besloten. En de winnaar is de. En jij nog zelf 30 jaar mijn grote, dit zijn de kleine. Hoe de fuck? Ik heb zo vaak tegen teringwielen van jou aangeslagen. Maar hoe krijg je dit? Hoe je ze kapot krijgt? Ja, dat is de vraag. Duxe Defense is super goed. Maar gaat het ook helpen in de volgende match? We gaan eerst kijken naar de eerste halve finale. Het is Thomas tegen Barend. Dames en heren en de rest, welkom bij de volgende match. We zitten namelijk in de volgende ronde, waarin Barend gaat het opnemen tegen Thomas. Mag ik even zeggen dat als hij nu afgaat, dat het echt heel awkward is? Waarschijnlijk wel. Ja, dat is wel. Maar goed, we hebben hier in de rechterhoek Minotaur. En in de linkerhoek hebben we... Yeah. 3, 2, 1, go! Oh! De schade van de hond van Jeff moet de fuck! Let's go! Let's go! In één keer! Bam! De koning van het bordspel is helaas ingemaakt door deze kleuter. De winnaar is... Gefeliciteerd! Goed gespeeld! Dat betekent... Loser! De eerste finalist is bekend. Thomas is door naar de finale, maar wie wordt de tweede? Dit is de match tussen Minkel en Anouk. Ladies and gentlemen, zijn jullie klaar voor de volgende kwartfinale ronde? Het is in de Anouk! Bite Force met Minkel! Yo! En in de blauwe hoek is het Duck met Noosie! Epic! Dat ga je nooit meer doen. Dames en heren, de match gaat beginnen in 3, 2, 1, go! Yo! De match is onderweg. De timer wordt erbij gepakt. Ik ook. Anouk, je moet nu naar achter. Het eerste deel is er al vol bij het Force. Gaat dit betekenen dat Duk de finale gaat halen? Maar ja, de achterkant is gepakt. Bite Force moet wel echt een andere manier zoeken om Duk tegen te gaan. Aanvallen aan de voorkant heeft op zien. Niet veel Duk. Ga er langs. Nee. Hey, what the fuck, geef je hem tips? Me when your mom, man. When your mom. Oh, hij gaat over. Ik zie een scooter achter me. Scooter? Ja. Dit is echt spannend. Zit erbij dus wat. Want ik sleep je naar, naar de hamer. Ja. Niet bij. Okay. Nog een halve minuut op de klok. Nee, maar jij hebt hem hier. Kom maar. Kom maar. Oh, gast. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1! Match! Dit is wat er gebeurde! Jury overleg. Deze twee? Waar konden wij jou kapot? Ja, de wielen. De winnaar van de tweede kwartfinale is geworden. Duck! Dit was een spannende match, maar wie gaat de finale winnen? Het is uiteindelijk Thomas tegen Anouk. En het is er tijd voor. Het is er tijd voor. Doe even een likeje anders en vergeet ook niet te abonneren. Hier is de finale van het BattleBots kampioenschap. Ik ruik als een man, dus ik ga nu spelen als een man. Ladies and gentlemen. Welkom bij de finale. Het waren zware gevechten. Goeie winsten. Onslechte winsten. En de winnaar mag zich de BattleBot koning van 2021 noemen. Ja, hij zegt al koning en hij is koningin. Thomas, ben jij er klaar voor?
Ja. Oh. Anouk, ben jij? Zeker. Die is Anouk. De finale match in 3, 2, 1, go! Oh, de match doort. Oh. Deze concentratie. De concentratie is heel hoog, je kan het zien. Maar Bronco is een kracht. Bronco is een kracht. Oh, dat was een bijna goede flip van Bronco. Ja! Bronco heeft een stukje van Bronco af. Wordt dit dan de winst van Bronco? Ja, ik zat hem vast! Hij is stuk. Ik kan niet sturen! Wat is dit? Dit is kabaas! Dit wordt een match van Duk tot nu toe. Alleen Duk staat vast. Ja, ik zit vast. Ik kan niet sturen. Oh. Daar gaat bijna het volgende. Dit is vals spelen. Alles kan er gebeuren. Nee, ze zit me vast te zetten, hè? Pas op, hè? Oh, dat was zo close. Maar wordt het de finale voor Duk? Wat Duk dan eigenlijk? Jezus, zo lang. Dat Duk dan eigenlijk een keer winnen. Dat is een vraag. Nee, laat me met rust. Ik wil niet verliezen, ik ging zo goed. Nog 1 minuut op de klok. I'm going in. Bronco heeft zo te zien moeite met het bewegen. Ja, ik kan niet sturen, man. Jij bent zo irritant. Bij mijn geding. Oeh, de set het nu toe. Meer zwaar voor de kant van Duk. Maar heeft Duk ook meer leiding? Met... Oh. Hoe dan ook? Ja, dat wordt... What the fuck? Nee, nee! Hou op! 30 seconden. Alleen nog de achterkant. Klok. Alles kan nog gebeuren. Nog 20 seconden. Nee! Hoe dan? Nee. Die knop deed het niet! Bronco, pak die de kant. Ja! Let's go! Wat nou? Er is nog niks gebeurd. De match is nog niet gespeeld, want... Ja! Wat? Nee! Wat? What the fuck? Nee! No! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ja! Let's go! Overleggen. Mag ik? Ik wist niet dat ik kon recoveren. Nee, dat wist ik ook niet. Mag ik jullie even... Oh ja. Ladies and gentlemen, de finale match is gestreden. Het was een heftige strijd. De BattleBots hebben hun best gedaan. De winnaar van de eerste BattleBot tournament 2021. Ooit, waarschijnlijk ook voor altijd. Maar de winnaar is geworden... Duk! En dat was alweer de finale match, gewonnen door Anouk. Duk is dus de winnaar geworden. Maar wie wordt het de volgende keer? Zou jij mee willen doen? Laat het weten in de reacties. We gaan nog heel even terug naar het veld. Barend, it's up to you now. Dames en heren, jongens en meisjes, ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Dank jullie wel voor het kijken. Volg ook al deze andere toppers ook allemaal even. Ik vond het niet leuk. En deze topper. En deze topper. Hij mag je blurren. Dank jullie wel voor het kijken. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Jeuk aan je kont elke dag.